De gezondheidssector in Suriname heeft er 17 huisartsen bij. De artsen hebben gisteren hun diploma ontvangen vanuit het Huisartseninstituut Suriname, HISURI. De 17 huisartsen zijn van de vierde en de vijfde groep huisartsen die de opleiding met succes hebben afgerond. Volgens directeur en hoofdopleider van het HISURI, Eddie Wong Sheung, zijn deze afgestudeerden niet alleen huisartsen, maar tevens ook algemene artsen. En de huisartsen die wij opleiden, die zijn gespecialiseerd om in principe de patiënten te begeleiden, dramatisch gezegd, van de wieg naar het graf. Dat je dus er altijd bent en de patiënt in zijn context kunt behandelen. Dat wil zeggen, je gaat leren in te zien waar de patiënt voor komt, dat de klacht die hij heeft, dat hij krijgt van problemen. En dan ga je hebben hen geleerd. De nieuwe huisarts geleerd om dus dat te herkennen en om daarop in te spelen op een vakkundige manier. Dat scheelt dus in onderzoeken, medicatie, geloop heen en weer. En dat is eigenlijk de essentie. En daarnaast zijn er een heleboel andere dingen die bij komen kijken. Namelijk dat je bent bereikbaar en beschikbaar voor de patiënt. De HISURI-directeur zegt verder dat deze twee groepen in Cuba de opleiding tot algemene arts hebben gevolgd. Daarna zijn ze gekomen om dus die huisartsopleiding hier te doen. Dat is een stukje zwaarder voor hen, want daar is de opleiding net een beetje anders. Dus ze hebben twee keer harder moeten lopen. Ze moeten van Spaanse overschakelen. Het zijn Surinamers, hè? Die hebben Spaans moeten leren en willen komen. En misschien moeten ze weer Nederlands leren. Ze hebben dus daar dus in Spaans geleerd. En nu komen ze in Suriname, hun eigen land, en dan moeten ze weer leren om Surinaams te spreken. Dus het is een hele opgave voor hen geweest. En ze hebben het gehaald, allemaal. Ik ben heel trots op hen. Ze zijn geweldig. Ze zijn doordouwers. Karakter, en dat hebben wij nodig in onze ontwikkelingszorg, gezondheidszorg. Eddie Wong Sheung, directeur en hoofdopleider van het Huisartseninstituut Suriname, HISURI. 98% van de mensen die huisartsen bezoeken, worden ziek vanwege huiselijke omstandigheden.